ons hier naar de Onze Lieve Vrouwen over de Deilekerk gebracht. Zijn jij gelovig of? Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb hier een project gedaan, gebaseerd op de glasramen hier. Dat is eigenlijk die kerk, die ruiten, de originele ruiten zijn hier gesneuveld tijdens een brand of een bombardement, ik weet het niet, van buiten. Ze noemen de kerk hier een beetje Gods discobar door de lichtinval van die felle kleuren dat erin zitten. Maar de patronen zijn eigenlijk, die zijn gemaakt in de jaren 60. Dat is zo de psychedelica, het hippie tijdperk om het een beetje te zeggen. En dat project dat ik hier toen heb gedaan, een mapping, hier op de achtergrond was dat. Dat was helemaal daarop geïnspireerd. Kunnen daar dan van leven van zo'n project als kunstenaar? Of is dat... Het is dikwijls nog altijd wel de eindjes aan elkaar knopen, maar het is eigenlijk nog maar heel kort dat ik dat kan. En het is dan nog dikwijls dat je moet zoeken naar de juiste verhoudingen waarin dat je commercieel werk combineert met vrij werk. Is dat gevaarlijk voor een kunstenaar, commercieel werk? Gevaarlijk in die zin, dat is altijd wel een bron van inkomsten en nodig. Er is ook niks mis mee, maar het is wel belangrijk dat je je eigen altijd blijft in vraag stellen. En als je gewoon puur commercieel vraag en aanbod gaat werken, dan denk ik dat je dat... Ja, dan een tijd verliezen, zo'n beetje die zelfkritiek daarop, denk ik. Ja.